President Santokki riep tijdens COP16 in Colombia op tot wereldwijde samenwerking voor biodiversiteit, bescherming en duurzame ontwikkeling, waarbij hij Surinames rol als het meest beboste en koolstofnegatieve land benadrukte. Hij wees op Surinames initiatieven zoals Red Plus en Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO's, die natuurbehoud met economische groei verbinden. Ondanks Surinames inzet noemde Santokki uitdagingen zoals schulden en gevolgen van klimaatverandering en benadrukte hij dat internationale solidariteit noodzakelijk is. Hij prees het thema vrede met de natuur van COP26 en sloot af met een oproep tot concrete actie voor biodiversiteit en klimaatbehoud.